Beste internetkijkers, het is vandaag zaterdag 9 april. En we staan een half uur voor aanvang van de wedstrijd FC Zutphen Dato. Op een zonovergoten sportpark Meijering. En we staan naast de coach van FC Zutphen, de heer Olieslager. En we vragen hem of hij van de week goed getraind heeft. En of hij vertrouwen heeft in de wedstrijd van vanmiddag. Ja, we hebben heel aardig getraind. En heel veel vertrouwen in de wedstrijd van vanmiddag. Heel veel vertrouwen, maar dat is natuurlijk wat de trainer altijd moet zeggen. En waar baseer je dat vertrouwen op? Nou ja, goed, kijken of het resultaat van vorige week, hè, de resultaat ook die we daarvoor gehaald hebben, bij vlagen het spel. En ik heb het idee dat de jongens ook heel goed in de gaten hebben waar het om draait. Dus daar is het vertrouwen op gebaseerd. Oké, en onrust in de ploeg over vertrekkende spelers en zo, dat doet geen afbreuk aan het vertrouwen? Nee, daar heb je verder helemaal niks van gemerkt. De jongens die maken die keuzes en die pakken de zaken hier verder weer gewoon op. Dus is goed. Oké, nou, wij hopen met jou dat het vanmiddag tot een goed afloop zal leiden. En kun je ons nu vertellen met welke jongens je dat gaat doen in eerste instantie? Ja, met Lars op de goal. Achterop hebben we Jelle, daar hebben we Huip, Kas en Rajinder. Op de midden doen we dat met Tom, Samad, Floris en Niek. En voorop beginnen we met Mark en met Noé. En dan wil je nog altijd graag de wissels weten. Hè? Marijn zit op de bank. Wouter is op de bank. Sebastian neemt plaats op de bank. En dan hebben we Edielson. De opstelling van Dato-trainer Marcel van der Stegen. De topscorer van Dato, Tom Primers, met 9 doelpunten zit er niet bij vandaag. Want hij is geschorst. Door blessures ontbreken Ebe Kram en John Fraterman. Joey Steenbergen, geen onbekende bij FC Zutphen, is begin dit jaar vertrokken naar Australië en komt uit voor Rij Dalmer Lions FC uit Sydney. De reserves van Dato zijn Leo Prinsen, Arnoud van Wieren, Mark Koetsier en Rutger Wildvank. En dan de wedstrijd FC Zutphen tegen Dato uit Friezenveen. De wedstrijd kwam moeilijk op gang. Pas na 20 minuten gebeurde er iets. Hier Kas Mulder aan de bal. En die geeft een prima paas op Mark Bloemendaal. En Mark Bloemendaal haalt uit met rechts. En dat is niet zijn sterkste been. Waardoor die bal voor langs gaat. En ook Noé Bukila stond klaar voor de goal om de bal erin te tikken. Maar dat ging dus niet door voor FC Zutphen. Dan Dato hier aan de bal. Marco Stegeman. Wel, die wordt even teruggespeeld, maar niet goed teruggespeeld. En Mark Bloemendaal zit er goed tussen. Mark Bloemendaal probeert een lopje, maar dat mislukt. En de bal die gaat over het doel van Patrick Lohuis, de keeper van Dato. Jammer van de actie van Mark Bloemendaal. Dan Dato weer. Jelle Makree zit er tussen, maar Dato komt weer in balbezit. Kai CST. Legt het spel naar de andere kant. Op rechts Lars Kikkert. Mike Kerr. Met tegenover zich Rajinja Banwari. Mike Kerr is snel. Kreeg de bal voor. Prima voor. En daar een doelpunt van Kai CST. In de 33e minuut maakt hij er 0-1 van. Na een goede aanval via rechts. 0-1. Rajinja Banwari kan niet voorkomen dat de bal voorkomt. En dat is natuurlijk mooi afgemaakt door Kai CST. En Lars Rotman is kansloos. 0-1 dus. Voor Dato. Dan Dato weer. Maar Niek Bakkeweert onderschept de bal. Niek Bakkeweert probeert een schot. Maar keeper Patrick Lohuis heeft de bal. Waardoor de actie van Niek Bakkeweert wordt bezworen. En dan een wissel. Floris Egbers gaat eruit. En voor hem in de plaats komt Sebastian van Laar. Dan een corner voor Dato. Ja, een hele prima corner. En daar een goede kopbal van Jochem Oude-Boyink. En die raakt daarbij geblesseerd. Maar kon na enig oplapwerk weer aan het spel deelnemen. Jelle Makkeree nog steeds. Jelle Makkeree blijft aan de bal. Passeert een paar man. Prima actie.
Bal op Sebastian Vlaar. Sebastian Vlaar schiet en hij maakt een doelpunt. Ja, ja. 1-1. Heel goed van Sebastian Vlaar in de 46e minuut. Hij maakt er 1-1 van naar een prima actie van Jelle Macaré. Die het halve veld oversteekt. En een aantal mensen passeert alsof ze er niet staan. Prima actie Jelle Macaré. En hij legt de bal goed af op tijd. En Sebastian Vlaar die legt hem prachtig in het netje achter Patrick Lohuis, de keeper van Deto. Jelle Macaré met een prima actie. Dan een vrije trap voor Deto vlak voor rust door Leslie Nabold. Maar die bal die gaat over het doel van Lars Grotman. En zo gaan wij rusten met een 1-1 gelijke stand. De Promotion Support Club van FC Zutphen, Brandoil Tankstations en Hilarius Creatieve Producties, supporters van FC Zutphen Internet TV. En dan zijn we aanbeland in de tweede helft. Een ingooi voor Deto. Tom de Haan zit daar goed tussen. Mark Bloemendaal neemt de bal mee op rechts. Goeie actie, voorzet. En daar zit Patrick Lohuis goed bij. Voordat Niek Bakkerweert gevaarlijk werd en een doelpunt kan maken. Goeie actie van Mark Bloemendaal dus. Dan Deto weer. Leslie Nabold. KCST. En die bal die gaat lekker rond bij Deto. Mike Kerr met een goede voorzet. En die bal die stuit er door. En daar Marcos Tegeman met de 1-2 in de 60ste minuut. Daar wordt niet goed opgelet achterin bij FC Zutphen. Huip achterkant vergist zich. En die bal die stuit er door en komt bij Marcos Tegeman. En die maakt er 1-2 van. Ja, dat is natuurlijk wel heel zuur voor FC Zutphen. En Lars Rotman begrijpt er ook niks van. Sebastian Vlaar. Edilson Coelho, tweede helft ingevallen. Edilson Coelho met de actie. Passeert er twee man. Probeert te schoten op doel. Maar Patrick Lohuis, de keeper van Deto, zit daar goed bij. En kan Deto uitverdedigen. Prima actie van Edilson Coelho. Dan Deto weer. Marco Stegeman. KCST. Met een prima paas op Mike Kerr. Mike Kerr probeert een lopje. Maar Lars Rotman is op zijn post. En tikt de bal over het doel. En het gevaar is geweken. Prima actie van Mike Kerr. Dan FC Zutphen. Sebastian Vlaar. Hij verslikt zich in Mike Kerr. Maar daar zit Jelle Macaré weer goed tussen. Jelle Macaré, mooie passeerbeweging. Jelle Macaré nog steeds aan de bal. Goeie actie, Jelle Macaré. En dan in de 16 meter en de bal die wordt hem ontfutseld door Wiebe Kram. Maar weer een mooie actie van Jelle Macaré. Dan komt daar een corner uit van Tom de Haan. Ja, Cas Mulder kopt wel, maar de bal die schiet door. Huip achterkamp. Legt de bal even terug op Edilson Coelho. Edilson Coelho, ja, weer met een actie in de 16 meter. Edilson Coelho schiet. Maar Patrick Lohuis op zijn post en pakt de bal klem vast. Gevaar geweken dus. Dan een vrije trap voor FC Zutphen, Sebastian Vlaar. Bal die wordt verdedigd door Deto en doorgetransporteerd naar voren. En Jelle Macaré zit daar niet goed bij, waardoor Deto kan aanvallen. Oh, een hele mooie actie van Cas Mulder. Pakt de bal heel goed af. Maar Marco Stegeman is in balbezit. KCST en Marco Stegeman schiet tegen Lars Rotman op. Prima redding van Lars Rotman. Dan een ingooi voor Jelle Macaré. Hij op achterkant raakt de bal kwijt. Marco Stegeman kan de bal doortransporteren op KCST. En dat betekent 3-2. Leslie Nawald. Leslie Nawald alleen voor Lars Rotman. En hij doet het heel simpel. Hij prikt de bal achter Lars Rotman. En dat betekent 1-3 vlak voor tijd in de 89ste minuut. Daar wordt FC Zutphen weggespeeld. En kan Leslie Nawald eenvoudig
Lars Rotman passeren en voor de 1-3 zorgen. En dit tot teleurstelling natuurlijk van de technische staf van Zutphen. Lars Rotman trapt uit, maar scheidsrechter Paarhuis fluit af voor de wedstrijd. En zo verliest FC Zutphen met 1-3 van Dato. Aanstaande donderdag 14 april een oefenwedstrijd tegen DCS uit Zevenaar van Mark Horsman. Het volgende weekend is FC Zutphen vrij.